is Jesse. Ik ben Vikkens. Ik ben Jeroen. Ik ben Xander. Mijn naam is Nena Thijsma en ik ben een filmmaker. Ik ben een dichter, schrijver en een artiest. Ik ben een artiest, videomaker, regisseur en ik schilder. Schrijf, ik zing, ik rap. Ik hou me bezig met street art. Hallo, mijn naam is Jesse en ik ben een dichter en een schrijver en een artiest. Als artiest sta ik heel vaak op het podium met de gedichten die ik zelf heb geschreven. Iedereen heeft wel eens een keer een gedicht gehoord of zelf geschreven en alle gedichten bij elkaar, dat zou je poëzie kunnen noemen. En om poëzie leuker te maken of makkelijker te begrijpen of beter te volgen of gewoon lekkerder in je oor te laten liggen, wordt er heel veel gebruik gemaakt van allerlei trucjes en technieken. En één van die technieken wil ik jullie vandaag gaan leren. Maar eerst wil ik een stukje laten horen waarin je mij dat hoort doen. Misschien volg je het niet meteen, maar ik vertel straks wat voor trucje ik hierin heb toegepast. Luister maar. Wij, die waken over het decor. Want de openbare ruimte is het podium en het podium is van het publiek. Wij, die onthouden dat de toeschouwer recht heeft op bescherming van het toneel. Wij, die de afgelopen jaren onder toeziend oog van Hans Esmeijer de wereld hebben mogen koesteren en ontwikkelen, mogen behouden en bevorderen. Wij, die graag innoveren en inspireren, samenwerken en agenderen. Wij, die al 100 jaar de schoonheid vieren. In dit gedicht heb ik heel veel gebruik gemaakt van beginrijm. En beginrijm betekent dat het begin van het woord, of soms zelfs alleen de eerste letter, hetzelfde is als dat van een ander woord. En met een moeilijk woord noem je dat alliteratie. Je zou dus bijvoorbeeld kunnen zeggen: de superschone stippen stonden op een mooie positie. En dan hoor je in dat laatste woord van positie, hoor je bijvoorbeeld dat de S in het midden staat. Maar omdat alle woorden een S aan het begin van het woord hebben, of in het eerste deel van het woord, klinkt het heel lekker. En dat noem je alliteratie. Nou, dat gaan wij vandaag ook doen. Alles wat je nodig hebt, is papier en stiften of pennen. Ik doe met jullie mee. Als het te snel voor je gaat, kun je me altijd op pauze zetten. Wat ik als eerste wil, is dat je nadenkt over een kleur. Misschien wel je lievelingskleur of een kleur die je gewoon heel mooi vindt. Maakt niet zoveel uit. Het kan eigenlijk niet fout gaan. Maar schrijf eerst maar eens een kleur op. Als dat is gelukt, wil ik dat je nu nadenkt over een dier. Het mag een heel mooi dier zijn, mag je lievelingsdier zijn. Maar, let op, ik wil graag dat de eerste letter van het dier hetzelfde is als de eerste letter van je kleur. Dus als je bijvoorbeeld nu oranje hebt gekozen, zou je kunnen zeggen olifant. Het begint allebei met een O. Als je blauw hebt gedaan, zou je beer kunnen doen. Maar het is nog leuker als je zelf een dier verzint natuurlijk, zodat ik dat niet voor je hoef te doen. Mocht je er nou niet uitkomen, doordat je bijvoorbeeld een kleur hebt gekozen waarvan je de eerste letter geen dier bij kan verzinnen, dan mag je natuurlijk een andere kleur verzinnen en opnieuw een dier erbij verzinnen. Gelukt? Dan wordt het nu iets moeilijker. Ik wil graag dat je een voorwerp verzint dat ook met dezelfde letter begint. En een voorwerp is eigenlijk iets dat je kan gebruiken of iets dat je kan aanraken. Iets waarmee je kan gooien. Bijvoorbeeld een huis, een stift, een kast, een pan, een kwast. Heel veel dingen zijn voorwerpen. Eigenlijk als je het kan aanraken is het al gauw een voorwerp. Of soms weer een dier natuurlijk, maar die hadden we al verzonnen. En dan zijn we bij het vierde ingrediënt van dit begin gekomen. En dan wil ik graag, dat is een nog moeilijkere, dat je een werkwoord verzint met dezelfde beginletter. En een werkwoord is dus iets wat je kan doen. En iets wat je kan doen is dus tekenen, zwemmen, vliegen, praten, schilderen, verven. Nou, je kan het zo gek niet verzinnen, maar ik wil dus weer dat het met dezelfde letter begint als je kleur, als je dier en als je voorwerp. Oké? Oké, dan zijn we bij het eerste grote deel van de opdracht gekomen. Ik wil graag dat je een zin maakt met de vier woorden die je net hebt opgeschreven. Dus bijvoorbeeld, als je die oranje olifant had en je hebt er een onderbroek bij verzonnen en je hebt als werkwoord omgooien gedaan, dan zou je kunnen zeggen: de oranje olifant is zijn onderbroeken aan het omgooien. Of omdat dat een beetje een gek werkwoord is, zou je natuurlijk kunnen zeggen: de oranje olifant gooit zijn onderbroeken om. Snap je? Je mag er een beetje mee spelen. Je mag ook het werkwoord een beetje aanpassen als dat nodig is om de zin kloppend te maken. Om die zin te maken kun je mij natuurlijk even op pauze zetten. Tot zo! Klaar? Mijn zin is geworden: de gele gier is aan het graven met zijn gieter. Hoor je wat er gebeurt?
Je moet jouw zin maar eens hardop uitspreken. Dan hoor je een beetje die alliteratie er al in. Maar we gaan door naar de volgende opdracht. Volgende opdracht is dat je eigenlijk weer van voor af aan begint. Nu wil ik dat je aan een kleur denkt, maar aan een misschien wat minder mooie kleur. Of een donkere kleur, of een lelijke kleur. En je weet nu al een beetje wat er gaat gebeuren natuurlijk. Dus als je nou een kleur hebt gekozen waarvan je net moeite had met de eerste letter, dan kun je straks misschien wel weer opnieuw beginnen. Dus ik heb het mezelf alvast een beetje makkelijker gemaakt. Dan wil ik dat je nu na gaat denken over een dier. En het is spannend als dat dier misschien wel bijna tegenovergesteld is als van je vorige dier. Of als het een dier is waar je helemaal niet zo van houdt. Maar, wederom, moet de eerste letter van dit dier dezelfde voorletter hebben als de kleur die je net hebt verzonnen. Nou, en dan is het niet zo'n verrassing wat we nu gaan doen natuurlijk. Dan wil ik dat je nu weer een voorwerp verzint met de nieuwe eerste letter of letters die je net hebt verzonnen. En dan zijn we weer bij het laatste woord aangekomen. En dat is het werkwoord. Je hebt nu dus een nieuwe kleur, een nieuw dier, een nieuw voorwerp. En nu komt er een nieuw werkwoord. Een woord dat je kan doen. En ook nu is het niet zo'n verrassing wat we daarmee gaan doen. Ik wil namelijk dat je ook van deze zin probeert een nieuwe zin te maken. Hierna komen nog twee opdrachten, dan zijn we klaar. Oké, bij mij is de zin geworden: de witte waterrat is op zijn winkelwagentje aan het wankelen. Ik ben benieuwd wat jouw zin is geworden. Oké, dan komt er nu een vrij moeilijk deel van de opdracht. Wat ik nu namelijk wil dat je doet, is je hebt 8 woorden verzonnen. En ik wil graag dat je de bol door elkaar en bij elkaar gaat gooien. Dus ik wil dat je een zin probeert te maken met het dier en de kleuren en de voorwerpen en de werkwoorden die je net hebt gemaakt. En je hoeft ze natuurlijk niet allemaal te gebruiken als dat te moeilijk is. Of je kunt ook maar 1 werkwoord gebruiken. Je zou bijvoorbeeld in mijn geval kunnen doen: de gele gier is met de gieter van de witte waterrat aan het wankelen op het winkelwagentje. Ik verzin maar wat. En dan heb je dus het woord graven niet gebruikt. Je mag wat woorden een beetje aanpassen of weglaten. Maar ik wil graag dat je zoveel mogelijk van die woorden bij elkaar gooit om een nieuwe zin te maken. Succes! En je kunt me dus op pauze zetten, hè. Zo, wat is er bij jou uitgekomen? Als het goed is, heb je nu een hele zin. En voordat je die voorleest, nu komt het allerleukste, komt alles bij elkaar. Let op, dit is het 4e deel en het laatste deel. Ik wil namelijk dat je zin 1, zin 2 en zin 3 achter elkaar voorleest. En dan moet je maar eens goed opletten wat je nu eigenlijk hebt gedaan. Nu heb je namelijk alliteratie geleerd. Mijn zin klinkt zo. De gele gier is aan het graven met zijn gieter, gekke gier. De witte waterrat is op zijn winkelwagentje aan het wankelen. De gele gier en de witte waterrat zijn wankelend met een gieter gaan graven. Hoor je dat? Dat is alliteratie. Ik hoop dat het jou ook is gelukt. En wat nou ook leuk is, mocht je dit nou te makkelijk vinden of nog een keer willen doen, je kan het jezelf ook steeds iets moeilijker maken. Je kan bijvoorbeeld bedenken dat zin 1 en zin 2 allemaal met dezelfde letter moet. Je kan het 100 keer proberen met alle kleuren van de regenboog. Je kan op een gegeven moment kun je zelfs lichtblauw gaan toevoegen bijvoorbeeld. Dan heb je weer een andere letter misschien erbij. Ik ben benieuwd wat je ervan vond en ik hoop dat je volgende keer weer kijkt. Dankjewel!